Sorry, ik ben muff. Door mijn muffigheid was dat de enige intro die ik kon verzinnen. Wat jammer nou. Explode. Yo. Vandaag doen we nog een escape room van Noni. Een van de beste map creators, vind ik zelf. Daar kunnen jullie de code zien. Daar kunnen jullie de creator zien. En vandaag is l'objectif la sortie. Jacques. Detail komt dit. Crié par Noni. Ik geen idee. Boeien, let's go. Dit wordt nu dus al de derde map die ik ga spelen van die Noni man. En hij maakt super goede mappies. Ik heb er eentje met Dunk gedaan. Ik heb volgens mij ook een met Harm gedaan. En deze ga ik solo proberen. Want ik ben ondertussen de escape room master. En de puzzelman. Snap je? Oké, dus dit wordt weer zo'n hakmappie. Daar lijkt het wel op, want het is een gesloten ruimte. Kom, kissie. En dit is de muur die niet klopt. Laten we er lekker doorheen henken. Oh my god, we hebben het mysterie opgelost. Maar ja, ik heb er dus weer super veel zin in. Want de vorige keer dat ik een map van hem speelde, was super vet. En was ik ook heel blij met het resultaat. Dus mannen, vrouwen, brothers. Hebben jullie er zin in? Doe even dat duimpje omhoog natuurlijk. En ben je nieuw op mijn kanaal? Zeker even abonneren. Moet je 100% niet vergeten, oké? Okay? Als je dat vergeet. Sorry, we hadden het over. Hallo? Ja, aha. Yes. Maar ja, ik doe dus regelmatig van dit soort gekke escape rooms. Dus ben je benieuwd naar dat soort content. En natuurlijk andere games die ik ook speel. Dan zet je gewoon zoiets hebt voor die Rudy. Ja, die mag gewoon weten. Dan mag je abonneren. Oh ja, let trouwens niet op mijn muffelkop, want ik voel me echt net wakker. Boekenkast die kan weg. Een spike trap. Ja, dit wordt een lekker Hank mappie. We gaan ook echt wel lekker Hanken hoor in dit mappie. Oh, wat? Zit de tralie? De tralies kunnen weg. Oké. Kijk, ik dacht, ik ga gewoon even zo guaboosh die trap beten en dan hier overal hakken. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus ja, laten we dan deze... Oh, de impulse. Is dit infinite ammo? Het is infinite ammo, daarvoor hoefde ik hem geen eens te gooien, maar alsnog. Met een impuls kunnen we wel wat. Oh, dat is weer een nieuwe. Lekkere item spawner, man. De vorige map was wel een stuk makkelijker met z'n tweeën, omdat we dan elkaar konden helpen, weet je wel. Ik denk dat het nu dus iets pittiger wordt, maar wees niet getreurd. Waarom hang jij daar? Ik kan dit vast wel alleen. Oké, we moeten dus eigenlijk een weg omhoog zien te vinden. Dit kissie voelt als een beet. Oh, ik kan hem openen. Oh, materialen. Nani, dat is zo gemeen. Ah. Oh. Nou, ik denk dat ik hier eigenlijk alleen maar voor de impuls. Dus dan moet ik nu omhoog. Is dat een ding? Jee! Nee, niet helemaal. Oh, het wordt nu al lastig. Ouwe, het wordt nu gewoon al lastig. Misschien kan ik hier een plafondetje eruit tikken. Nou, dat lijkt er niet op. Kan ik hier iets mee? Kan ik hier iets mee? Nee. Oh, man. Oké, maar ik kan in principe wel terug naar waar ik vandaan kwam met de impuls. Oh. Nou ja, dat is het idee normaal gesproken. Jeet. Oké, ik ben er. Jeet. Blijft leuk. Maar wat nu? Zullen we alle ramen gewoon even weghakken voor het idee? Ceilings zijn ook allemaal hetzelfde, dus die kunnen ook allemaal niet weg. Waar moet ik heen? I do not know the way. Dit kan niet kapot. Oh, misschien hieronder. Ja hoor! Ik dacht al. Het enige wat er nog is, is dat. Kan dat ook weg? Dat kan niet weg, zo te zien. Oké, chiller trap. En twee spikes. Daar ga ik dus gegarandeerd inglijden. Er kunnen nog meer spikes hieronder zitten. Dat is zeker weten een optie. Want zo gaat het altijd. Dit kan dus niet weg. Maar deze muur wel, denk ik. Die muur daarachter. Maar... Oh! Nanny! Kijk, puzzelmeester. Puzzelmeester lost het op. Laten we even wachten tot het ijs weg is. Niet dat we dat kistje nog nodig hebben, maar alsnog. Kom op, ijs. Be gone. Ah, dit wordt een lastige beet. Want ik kan hier niet lopen, zeg maar. Als ik hier spring, dan is het meteen... Tenzij ik dit doe. Jee! Dat was iets te hard gejiet. Maakt niet uit. Volgende poging. Ah, we hoeven dus geen eens geïced te worden. Hier zie ik eigenlijk nog meer muren die weg kunnen. Ja, kom ik nu pas mee. Ik weet het. Hé, hey, maar dat is het ding van puzzelen. Je weet niet alles in één keer, hoor. Is dat een ding? Is dat zeg maar een... Het zit er voor een reden, toch? Aha! Oh! Rudy zit er even vies te doen, hoor. Hij vindt al die plekjes zomaar in één keer... Ik heb de tranen ook, joh. Ik word er gewoon emotioneel van. Mannen, één duimpje is één emotioneel minder. Dat is zo fijn. Trouwens, zijn jullie op de hoogte van Support the Creator? Waarschijnlijk wel, want iedere fucking YouTuber... Oh, checkpoint! Stomt het gewoon door je keel heen, weet je wel, of je nou wil of niet. Yeah, checkpoint! Joe! Yes! Oké, maar ja, Support the Creator Rudy zal ik enorm waarderen. De mensen die dat al hebben, echt super bedankt. Dat helpt mij natuurlijk zeker weten. Je schrijft het als R-O-E-D-I-E. Dank u, dank u, dank u. Dat was mijn sell-out moment. Oh ja, heb ik al gezegd dat ik een Instagram heb? @rudimentair. Thank you, very cool. We zijn dus al best ver gekomen. Ik weet niet of dit de bedoeling was, ik denk het eigenlijk wel. Want het was best wel een krap gangetje, maar deze mapmaker is slim. Dus ik denk dat dat wel de bedoeling was. Hij weet dat je voor die krappe gangetjes moet gaan. En als hij wist dat daar een krap gangetje zat, had hij het anders echt niet gedaan. Of wel gefixt, als het niet de bedoeling was. Dus ja, nani. We gaan lekker... Oh, hier hebben we heel veel deuren.
Nou, weet je wat het is met die deuren? Ze zijn leuk en aardig. Ik mag ze wel. Maar ik ga er niet in trappen, want er zitten altijd spike traps achter. Dus ik hak ze gewoon open. Kijk, hier dus dan weer bijvoorbeeld niet. Prima. Maar hier. Hier ook niet. Maar hier, jongens. Oh, je wordt zo moe van al die spike traps. Zie je? Spike traps. Overal. Oké, het valt mee. Oh, wat gek. Ik wil eigenlijk deze proberen. Maar ik moet het niet doen, hè. Dus het is levensgevaar. Aha! Ja! Denk maar niet dat ik dat niet zie. Aha, oké. Jeet! En nu? Dat was een leuk jeet plekje. Is dat alles? Zit ik nou in een valstrik? Man! Kijk, dan denk je van, ik ben slim. Ik heb even dat ene plekje gevonden. Nope! Nobody gives a damn. Je kan hier letterlijk niks, volgens mij. Ah, dat is zo jammer. Zo jammer. Oh! Fall damage. Yeah, darn it. Oké, dus dan gaan we een van die deurgaten in. Alhoewel, we kunnen ook hier gewoon naar beneden. Waarom zou ik hier ook eens naar beneden gaan? Kan dit weg? Aha! Oké, hier kun je wel legit naar beneden trouwens. Daar is ook een deur, alleen... Ja, weet je, die spike traps, hè. Misschien als ik... Ik had eigenlijk gehoopt... Dat me helemaal naar onder zou lanceren. Op een snellere vaart, zeg maar. Blijkbaar niet. Misschien kan ik er wel gewoon voorbij vallen, hoor. Laten we dat maar gewoon even uitsluiten. Nee, wacht. Trouwens, laten we eerst even deze wal weghakken. Want ik zie wel dat hier nog een deurtje zit, hoor. Ja, wat zit er achter deze deur? Oh, man. Je kan hier wel vallen. Ik wil het gewoon even proberen. Ik denk dat ik vast kom te zitten, maar alsnog. Ja, dit gaat wel ergens... Ah, that's hard. Ja, het is gewoon een afvoerputje, joh. Ik hak alles weg. Dat is een kissie. Nou ja, dat kissie kunnen we wel pakken. Dat is het probleem niet. Maar wat zit erin? Een baksteen, tuurlijk. Oké, dat deurtje kunnen we wel weghakken. Die zou best onder die spike trap val kunnen zitten. Dus dan moeten we heel even checken. Ja, dat lijkt er wel op. Dus dit is dezelfde route. In essentie. Yes, die ook nog even. Oh, wat? Oh, oh, oh. Ik stond er geen eens in. En dat zijn dan ook meteen de enige deuren, want deze weg ging naar niks toe natuurlijk. Al is hierboven wel wat, maar oh nee, is niet zoveel. Dus het antwoord is, we moeten hier naar beneden. Dan moeten we even heel subtiel deze trappies allemaal beten. Allemaal beten. Ik doe even die car weg, want dan kan ik veel beter beten. Daar kan ik dus niet naartoe dadelijk en... Wat? Oké, tot zover mijn theorie. Ik kan die beten, maar dan kan ik hier nergens naartoe. Dat loopt nergens op uit, volgens mij. Ga ik toch nog even een kijkje hier nemen. Ja, maar hier zit ook helemaal niks. Ik kan mezelf hier naar boven mieteren, maar ik kom er nergens op uit, zeg maar. Oh, wacht eens even. Het is zo moeilijk te doen, man. Ik kan gewoon hier omhoog. Wauw. Gozer. Hier kunnen we nog hoger. Nee, oké, dat kan niet. altijd zo awkward met zijn spike trap. Ah, dus mijn eerste intuïtie was eigenlijk gewoon goed, maar ik had niet goed genoeg gekeken. Oké, duidelijk. Bedankt. Hey, hadden jullie dat wel al door? Smash that like button. Grapje. Oké, we zijn dus verder gekomen. Checkpoint. Boom. Lekker hoor, lekker checkpointen met de meiden. En nu? Je zit geen gat. Kijk, dit wordt weer zo'n misleidend pad. Let maar op. Eigenlijk moet je al vanaf het begin deze buis weer hakken. Let maar op. Let maar op. Dit is the way. Nul. Oh, de vorige keer in die andere map. Ik hoop wel dat ik deze later online zet dan die andere map. Want ik ben aan het voorwerken. schoten wij die nul weg en toen stortte alles in. Dat was wel pretty freaking epic. Dus ja, nul. Inderdaad, nul. Dan moeten we de nul bij de nul zoeken waarschijnlijk. Hey... Doe even lekker zo, joh. Oké, nou, dit ziet er allemaal heel veel beloofd uit. Er is geen afwijkend plafond. Verder geen afwijkende muren, zo te zien. Dit kan niet weg. Plafond is normaal, dan moeten we hierheen, want dit is letterlijk de enige weg. Yes, nice bait, bro. Nou, dan doen we maar even een springstukje. Woosh! Dan kunnen we ook nog daarheen. Dat lijkt me ook een logische gang. Maar, hey, weet je? Hier zit ook een trap, dus dit is ook logisch. Ja. So far, so good. Oké, wat nu? Zijn er nog afwijkende dingetjes te vinden? Nee? Oké, jullie hebben ook niks gezien. Oké, dan gaan we verder zoeken. Be rudders. I know their way. Nou, I'm looking for their way. Daar kan een spike trap achter zitten, dus ik ga het even vermijden. Oh! Oh! Weet je, ik vind het niet erg, want het zijn er niet veel. Het valt allemaal te reguleren.
Het valt allemaal te beter. En als je het een keer faalt, dan faal je het een keer. Maar het is geen ramp, weet je. Ik hoor hier ook nog een kistje hierachter. Dat is niet de enige die daar. Dus kan ik gewoon voorbij lopen. Stenen! Ja, dat dacht ik al. Ah, man. Oké, die andere kant wil ik eigenlijk nog wel checken, maar ja. Nou, dan hebben we hier een ceiling trappie. En hier om de hoek nog een kinsie. Weet je, daar zit er weer een greppelhoek in of zo. Dat is een ander verhaal dan, weet je. Nou, laten we maar even kijken. Oh, ben je als er stenen in zitten? Stenen! Ik hou geen eens zo van stenen. Maar we hebben hem. Boom. Oh, een nul. Nanny, we hebben nu al 0-0. Oh, en spike trap. 0-0 spike trap. Dat is mijn codenaamtaal. Waarom kan ik hier niet fatsoenlijk lopen? Oké, 0-0. Ik kan hier echt niet fatsoenlijk lopen. Wat is hier het trucje? Kijk, de vorige keer moest dus echt gewoon iets weg worden gehaald met die nul. Ik heb nu alleen de bush. De bush. Skaboosh. Moet de nul weg? Oh, hallo. Oké, nou ja, denk het niet. Vaak is het een connection puntje. Ik denk dat ik toch even die andere gang moet checken. Ze moeten dan hier naar de overkant toe. Jeet! Oh, man. Oh, ik lag een beetje naar voren. Laten we dat niet nog een keer doen. Oh, ik kan hier niet fatsoenlijk langslopen, joh. Oké, nou ja, we zijn er. Deur nummer andere deur. Is dit een valstrik? Waarom zou je zo zijn? Interessant. Interessant. Ik kan hier niet naar beneden. Daar kan ik eventueel wel in. Is hier iets achter of zo? Nee, helemaal niks. Oké. Kunnen we nu natuurlijk ook nog lekker naar beneden. Maar of dat the way is, I do not know. Oh, ik dacht even dat dit een afwijkende muur was qua kleur. Maar dat is het dus niet. Nou ja, als ik hier over het randje ga, dan ben ik dood. Dit was het, denk ik. Ja, dat is mooi naar onder gebouwd. Ja, mooi structureel in orde. Daar hou ik wel van. Kijk. Ja, nee, ik denk niet dat ik hier iets ga aantreffen. Ik bedoel, ik kan het blijven proberen, maar nou. Wee. Oké, dat was dan dat. Nou ben ik weer een beetje verward, want dan heb ik de 0 en de 0 gevonden. En een hele lange spike kamer in principe. Zou ik terug moeten? Ik heb een struikje, daar kan ik voor de rest eigenlijk niks mee. Heel veel spike traps gevonden. Hier zijn geen afwijkende muren, zoals ik al eerder zei. Alleen dan moet ik mezelf niet te gek maken, want dan blijf ik erbij hangen natuurlijk. Is hier nog een andere weg? Volgens mij niet. Dus even kijken, ik kom hier vanaf, hè. Nee, nee, nee. Dit was... Dat was alles. Oh, man, ik weet het niet. Ik ben even helemaal de kluts kwijt. Die nul die gaat weg. Dat is het. Yes, ik heb het gevonden. Nou, niet. Nee, dat was het niet. Ik heb het idee dat ik hier alles heb gecheckt. Maar ja, of het daadwerkelijk alles was, is weer een ander verhaal natuurlijk. Want dat heb je met die escape rooms. Je weet niet waar de uitgang is. Oh, man. Ja, als ik één ding heb geleerd, is dat de weg volgen in dit soort mappen niet altijd het meest logisch is. Ik kan ook wel al die ramen wegtikken, maar daar kom ik ook niet verder mee. Die hebben mij nog nooit geholpen namelijk. Nou, dit kan ook overduidelijk niet weg. Daar kon ook helemaal niks weg. Nou, hier zat die nul. Maar waarom zat hier die nul? Oh, wat is dit? Nee, al die tijd. Nee, al die tijd zit hier een gat. Daar kan ik ook 100% in, denk ik. Kan ik daarin? Nou ja, dat gat zit er zo overduidelijk, ouwe. Hoe kom ik daarin? Is dit een ding? Je zou zeggen dat je hierin moet kunnen, toch? Waarom zou die je anders zo'n gat maken? Nou, lijkt er niet helemaal op. Dan gaan we terug. Jeet! Auw. Dit meen je niet. Je kan de checkpoint weghakken. Oh. Neef. Die is smerig, gek. Yo. Yo. Nee. Ik zeg nee. Ik zeg ja, dat is eigenlijk een hele goeie. Dat is... Weet je, alleen uit wanhoop kom je zover. Oh, wat... Hier is toch wel iets, mag ik hopen? Oh, wacht, hier boven me. Ik schrok al. Oh, dude, dat is nasty. Dat is een fake checkpoint eigenlijk. En ze lieten mij dat hele stuk lopen. En ik heb er zo lang zitten zoeken naar een bush. Oh, dude. Hier is een spike trap, daarvoor moet ik oppassen. Dat is een goeie. Dat is slim. Dat is, oef. Dat is nasty, man. Ga ik dit zo halen? Ik kan de jump proberen. Trouwens, ik kan het gewoon springen. Gewoon springen. Woesh. Kijk, geen probleem. Oké. Ja, de buis. De buis. Hier moet het sowieso weer een doorgang zijn, mag ik hopen. Is het de vloer? Het is de vloer. Dan ga ik wel even op het randje staan, want ik wil niet in de spike trap vallen. Hey, makkers. Moet je eens even kijken. We hebben een verdere gang gevonden. Wauw. Ik wilde het bijna opgeven, maar ik dacht no. No. No, 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 no. Ik heb zo'n hoog puzzel intellect. Dit moet mij wel lukken. 300, nee, 400 IQ zelfs. Nee, 400 is hier niks bij. Dit is echt 500.000 IQ. Oké, ga ik dit redden met een impuls?
Ik denk het wel. Maar ik wil eigenlijk alsnog deze even beten. Aha. Even mooi draaien. Jee! Oh, het is me gelukt. Top. Heel fijn. Heel fijn. In één keer ook, hè. Dat had ik dan net niet verwacht. Maar hey, top. En die muur kan weg. Deze muur niet. De trap? Oh, nee, deze muur kan ook weg. Oké. We gaan nu ook gewoon even alles vrijmaken natuurlijk. Want, hey, ik heb geen zin meer om 300.000 keer verkeerd te lopen. Alles gaat weg wat weg kan. Oké. That's the plan and I'm the man with the plan. Kunnen we nou hier buiten de... Zie je meer? Nani? Oh ja, dit is niet... Oh! Wacht. Is dit het einde? Is het mij? Oh. Is het... What? Is het mij gelukt? Wacht, daarvoor? Ik vertrouw het niet helemaal. Maar alles kan hier weg. Zoals deze stoel. Een stoel met wat 1000 hout bijna, joh. Of steen. Oké, nou, dit kan ook weg. What? Is dit het echt? Is het mij gelukt? B-Rudders. Mijn puzzel skills. Yes! Checkpoint! Oké, maar is dit het echt, though? Want ja, er staat daar code Rudy staat op de muur. Er komt nog een lama of zo. Toch niet weer hieronder, hè? Nee, hij zit hieronder. Er moet meer zijn! Oh, cadeautjes. Cadeautjes, daar hou ik al van. Wat zit hierin? Wat zit hierin? Boogie bomb! Ja, nee, shit, dan is dit het. Dit is het. We hebben het gevonden. We hebben de geheime lama cadeautjes kerstman lama's gevonden. En daar is waar het om gaat. Maar dit kan ook nog weg. Nee, er moet nog een mysterie zijn. Wat kan allemaal weg? Er moet meer zijn. De bomen. De bomen zijn 100% de volgende clue. Oh, maar ik zweer, dit is mogelijk. Kijk, we zijn nu in het kasteel. Wat is hier te vinden? En daar hebben we het al. Weet je wat dit betekent? Dit is een symbolisch figuur voor... Hey, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dit leuk vond en vaker dit soort dingen wilt zien. Zoals ik in het begin zei, ik zou het enorm waarderen als jullie code Rudy gebruiken in de itemshop wanneer jullie iets kopen. En, ja. Laat je favoriete augurksoort hier achter in de comments beneden. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Ik zit gewoon door te zoeken, maar ik weet dat het is afgelopen. Man, zo jammer. Maar hey, zoals ik zei, thanks voor het kijken. En hey, later!